Goeiedag, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga het hebben over het aansluiten van slimme speakers op een bedraad internetverbinding. Je kent het al, je hebt slimme speakers gekocht. Dat kan zijn Google Home, Google Nest Mini of deze, JBL Link. Je hebt de JBL Link 10, je hebt de 300. Normaal gesproken werken die via een wifi-verbinding. Maar al te vaak is wifi niet betrouwbaar genoeg en krijg je storingen, zoals dit. Oké, Google. Ik kan je wifi-netwerk niet vinden. Misschien kun je je modem of de routerverbindingen controleren. Nou, die heb ik natuurlijk altijd wel gecontroleerd. Maar wifi is natuurlijk toch wel onbetrouwbaar. Ik ga laten zien hoe we het gaan doen, want je kan namelijk op internet dit apparaatje bestellen. Dat is een apparaatje. Aan de ene kant zit een netwerkaansluiting. En vervolgens twee kabeltjes, een micro USB. En aan de andere kant een USB met een stekker voor een stopcontact. Dit gaan we aansluiten. De stekker die gaat in het stopcontact. De micro USB die gaat in de slimme speaker. Let wel, niet iedere slimme speaker heeft een micro USB aansluiting. Als je deze niet hebt, dan kan dit natuurlijk niet. En vervolgens gaat de netwerkkabel in het apparaatje. Zoals je ziet, apparaatje, netwerkaansluiting, stroom en micro USB in de slimme speaker. En vervolgens zeggen we: Oké, Google, hoe warm is het? De temperatuur in Gorinchem is nu 18 graden. Oké, Google. Zet Radio 538 aan. Ik stream 538 op TuneIn. Oké, Google. Stop. En zoals je ziet, heb je een stabiele verbinding voor je slimme speakers. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.